snelheid en versnelling. In deze les ga ik uitleggen wat het verschil is tussen een versnelde, eenparige en vertraagde beweging. Nou, we gaan verschillende afstand-tijddiagrammen bekijken. En de formule voor de versnelling ga ik behandelen. Delta V gedeeld door T. Nou, wat we hier zien is een auto waar de afstand steeds groter wordt. Het is een stroboscopische foto. En dan is dat dus een beweging die versneld is. Bij die tweede zie je dat de afstand tussen de auto's gelijk is, terwijl de tijd ook gelijk is gebleven. Dus daar heb je een eenparige beweging. En bij die derde remt die af. En dat is dan een vertraagde beweging. Dus we hebben een versnelde beweging, een eenparige beweging en een vertraagde beweging. Teken je een VT-diagram, dan zie je hier een eenparige beweging. De snelheid is constant. Hier neemt de snelheid gelijkmatig toe. Dat heet een eenparig versnelde beweging. En hier neemt de snelheid gelijkmatig af. Dat is een eenparig vertraagde beweging. Hier heb ik een afstand-tijddiagram. Daar staat dus niet meer de snelheid, maar de afstand. En wat kunnen we dan zeggen over de snelheid tussen A en B? Nou, per tijd legt hij steeds evenveel afstand af. Dus ik heb hier een eenparige beweging. Hier blijft de afstand gelijk. Hier heb ik weer een eenparige beweging. De lijn loopt steiler, dus hij zal wel sneller gaan. En hier staat hij uiteraard weer stil. Nou, hoe groot is je snelheid? Hij gaat 100 meter in 20 seconden, dus hij heeft een snelheid van 5 meter per seconde. Daar staat hij stil. En daar gaat hij 200 meter afleggen in 20 seconden, dus eenparig bewegen met 10 meter per seconde. Nou, trein A rijdt 5 meter per seconde en heeft 15 meter voorsprong op trein B, die 10 meter per seconde rijdt. Nu is de vraag, na hoeveel seconden trein A wordt ingehaald? Nou, die zou ik kunnen tekenen. Ik teken een afstandstijddiagram. En wat we hier zien, trein A rijdt 5 meter per seconde en heeft 15 meter voorsprong. Dus die begint bij 15, na 1 seconde heeft hij 5 meter afgelegd. En trein B die heeft na 1 seconde 10 meter afgelegd. En dan teken je hem door tot ze elkaar snijden. En dan kom je uit op 3 seconden. Je kunt ook zeggen, het was 15 meter voorsprong en elke seconde komt de trein 5 meter dichterbij, vandaar die 3 seconden. Dan kun je zeggen, T is S gedeeld door delta V, zeg maar. En dan kom je ook uit op 3 seconden. Een eenparig versnelde beweging, wat is dat? Hier zie je een bal, die valt, en op aarde valt die elke seconde 10 meter per seconde harder, eigenlijk 9,81 gemiddeld gezien, maar we ronden hem af naar 10. Dus na 1 seconde valt die 10 meter per seconde, na 2, 20, na 3, 30, enzovoort. In werkelijkheid is er wrijving, dus dan klopt dat niet, maar als er geen wrijving is, gebeurt dit. En dan zeg je de versnelling op aarde is 10 meter per seconde in het kwadraat. Elke seconde wordt de snelheid 10 meter per seconde groter. Als je 2 keer die seconde wordt, komt dat kwadraatje als eenheid erachter. Formule voor de versnelling is de eindsnelheid min de beginsnelheid gedeeld door de tijd. Hij moet wel een meter per seconde, die snelheid. Als je kilometer per uur hebt, deel je hem door 3,6. En dit is hoe je hem verder invult. Voorbeeld, een auto wil een andere auto passeren. De auto die inhaalt versnelt gedurende 4 seconden. De snelheid neemt tijdens deze versnelling toe van 54 naar 90 km per uur. Wat is nou de versnelling? Nou, je schrijft de gegevens op. De tijd is bekend. De beginsnelheid deel je door 3,6. De eindsnelheid ook. En dan is gevraagd de acceleratie A. Nou, de formule is A is V eind min V begin gedeeld door T. Let op, vul hem een meter per seconde in. En ik krijg dus eigenlijk 10 meter per seconde, gedeeld door 4 seconden, dus 2,5 meter per seconde in het kwadraat. Elke seconde gaat die 2,5 meter per seconde harder. Dat was de les.